heb net wat materiaal aangeleverd voor de expositie Opgegraven Strijd in het Noord-Brabants Museum. Die opent in januari. Het is eigenlijk wel een mooi moment om even jullie mijn depot te laten zien. Over waar de vondsten uit het bouwbiografische onderzoek en een deel van het archeologische onderzoek van de kazernes van Ede opgeslagen zijn geweest. En dan kom je hier dus op de zolder uit van een van de voormalige gebouwen van de garnizoenstad Ede. En hier achterin, op deze zolder, heb ik dan het depot. Nou, wie dus bijvoorbeeld een van de dingen is die gevonden werd in de Elias Beekman kazerne, is de grill van een jeep. En hier zie je dan een munitiekist voor 25 ponder munitie. Ja, dit is een Brits model kist met deze gaten hier, waar dan de hulzen met kruid in werden opgeslagen. Dit is namelijk een militaire fietspomp van een militaire fiets die hier gevonden is bij de explosieve opsporing. Er wordt in Nederland heel veel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van conventionele explosieven. Als dat onderzoek plaatsvindt, wordt heel veel materiaal gevonden dat niet explosief is. Maar omdat het niet gedaan is in een archeologisch onderzoek, is het als het ware vogelvrij. Nou, heel veel van het materiaal wordt dus gewoon weggegooid, wordt als schroot eigenlijk verkocht. In dit geval was het voordeel dat er een soort samenwerking was tussen archeologen en explosieve ruimers, waarbij sommige objecten toch verzameld zijn en bewaard zijn gebleven. En die fietspomp is daar een heel goed voorbeeld van. In dit geval is de aanpak wat mij betreft ideaal geweest. De explosieve opsporing werd archeologisch begeleid en dat wil niks anders zeggen dan dat er iemand met een erfgoedkundige blik naar het materiaal kijkt dat wordt gevonden. En daardoor werd materiaal behouden dat anders was weggegooid. Nou, dit materiaal is hier vervolgens opgeslagen en kon afgelopen jaar gebruikt worden in de expositie in dienst in Ede. En ook dit jaar zal een van de vondsten weer terugkeren naar een museum. Dit keer in de expositie Opgegraven Strijd van het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.